Hier in de Bredase poptempel Mes gaat vandaag het ondernemersfonds Breda officieel van start met de ondertekening van het uitvoeringsovereenkomst. Het ondernemersfonds Breda gaat gemeentelijk belastinggeld dat per dit jaar wordt geheven aan de ondernemers opnieuw terug investeren aan de stad Breda. En de kerstverse voorzitter Paul Bluemink legt uit wat er met dat geld allemaal voor moois gedaan kan worden. Nou, op korte termijn zul je inderdaad hele leuke dingen gaan zien. Ondernemers die gaan het geld gebruiken om hun winkelstraten te verfraaien. En dat zijn heel eenvoudige dingen. Dus de feestverlichting die je nu al ziet, die wordt uniform aangebracht. En de hanging baskets, dat zijn hele mooie plantenbakken die in de zomermaanden tot en met ver het najaar zichtbaar zijn. Nou, we zijn nu net begonnen en belangrijk is dat we met andere fondsen op één lijn zitten. We hebben te maken met het toeristenfonds, evenementenfonds. Die mensen zijn allemaal net een opstart en dat heeft gewoon even zijn tijd nodig. Betekent veel vergaderen dus? Ja, helaas wel. Wat vinden de winkeliers daarvan? Vergaderen is niks voor ondernemers. Dus dat zit nog wel in het spanningsveld? Ja, dat klopt inderdaad dat dat wel lastig wordt. En daar is de centrummanager voor? Nou, dat is de uitdaging van de centrummanager, de wijkmanager en het ondernemersfonds om daaraan te werken. Annemiek Verstappen, mag ik aan de voorbeelden roepen? Annemiek Verstappen, de nieuwe centrummanager vandaag gepresenteerd. En Paul Bluemink zegt, ja, jij bent degene die dan straks de eventuele spanningen die er kunnen ontstaan, ja, zou moeten zien op te lossen. Hoe wil je dat doen? Door gewoon met de personen in gesprek te gaan of met de vereniging in gesprek te gaan en de belangen met elkaar af te wegen en onder de aandacht te brengen dat er maar één doel is en dat is Breda vooruit en dat het bovenliggende belang is. Maar geef eens een concreet voorbeeld hoe je dat kan bereiken. Ja, kijk, er zijn bepaalde regels waar een aanvraag aan moet voldoen. Daar moet het aan voldoen. Voldoet het daar niet aan, ja, dan kun je niet zeggen van ja, zij wel en die ander niet. Dus je kunt dan bijvoorbeeld gewoon helpen naar die aanvraag te kijken en te zeggen, nou, als je het nou zo doet, hè, als je dit erin brengt, dan mag het wel of dan kan het wel. Wethouder Adank, hoeveel geld komt er jaarlijks nou naar schatting in dat ondernemersfonds terecht? Nou, de ondernemers halen met elkaar ongeveer 350.000 euro op. De gemeente heeft een investeringsprogramma daarnaast gezet van ongeveer 600.000 euro per jaar. Dus we investeren met elkaar zo'n kleine miljoen in de binnenstad. En wat is wat u betreft nou het grote voordeel, het grote belang wat de gemeente heeft met deze samenwerking? Nou, dat wij in de top van de beste binnensteden van Nederland behoren en dat wij vanaf 2017 weer de titel beste binnenstad van Nederland mogen zijn. En dat gaat lukken? Daar gaan we absoluut voor.